Hey beste kijkers, welkom bij Flip een nieuwe video. Mijn naam is Sander en vandaag gaan we Mario Kart 8 Deluxe spelen op de Nintendo Switch. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Oké, 3, 2, 1 en we zijn los. Here we go. We gaan door Parijs reizen. Ik bedoel rijden. Oké, ik ga nu proberen het iemand te raken. Kom op, kom op. Ah nee. En dan gaan we nu parachute springen. Op naar de Eiffeltoren. Dan gaan we die even lekker beklimmen. Nee, gaan we echt niet doen. Het is gewoon een race. Oh nee, er komt een inktvis. Nee, verdorie, ik zit helemaal onder. Welke smeersmoel heeft dan nou weer gedaan? Ik zit helemaal onder. Oh, dit is echt erg hoor. Heel erg. Oh nee. Oh nee, het wordt nog erger. Ik word gebombardeerd. Help. Nee, 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 nee. Dit is echt erg. Erg, erg, erg. Oké. Yes, ik ben eerste. Nou, de eerste race verliep goed. Nou, dan gaan we door naar de tweede. Oké, 3, 2, 1. En we zijn los. We zijn van start gegaan op Toad Circuit. Die zit ook in Mario Kart 7 op de Nintendo DS. Dan gaan we iedereen maar eens even lekker in elkaar rammen. Althans, dat lukt. Nou, daar gaan we dan. Het gaat heel goed. Oké, ik ga parachute springen. En ik word weer gebombardeerd door een inktvis. Ik heb echt geen idee welke smeersmoel dat weer heeft gedaan. Maar dit is echt niet leuk hoor. Echt, ik haat dit. Nou, daar gaan we nu. Oh, ik word weer gebombardeerd. Waarom moet iedereen mij bombarderen? Oh, echt hoor. Ik haat dit. Nou ja. Ja, kom op. En we zijn eerste. Let's go. Op naar race nummer 3. Ondertussen zijn we bij race 3 aangekomen. Dat is bij de Shogun Clove. Dat is echt deze baan. Die heb je ook op de DS. Op Mario Kart. Voor de DS. Dus niet Mario Kart 7. Maar goed, we gaan verder. Hoppakee. Tweede ronde alweer. En ik word weer gebombardeerd door de inktvis. Oh, ik word steeds gebombardeerd. Waarom moet ze altijd mij te pakken nemen? Echt, dit is echt heel irritant. Ik heb echt een zwaar leven. En toen was ik in het water gekukeld. En ik werd gered. Dankjewel. Ik heb geen idee wie dit heeft gedaan. Ik ben even kwijt hoe die persoon heet. Maar goed. We zijn bijna ten einde. En dan gaan we nu verder. En ik ben eerste. En op naar de laatste race. Dus tot zo. Ondertussen zijn we bij de laatste race aangekomen, dat is Coconut Meal, oftewel Kokosnoot Plaza, dat zeggen wij in het Nederlands. En dan gaan we nu beginnen met de race. We waren net gestart. Oké, ik heb dus die Koopa Troop, ik bedoel Dry Bones, ingehaald. Oké, dan ga ik nu Dry Bones bombarderen met mijn rode schild. Dus dat ging hartstikke goed. Eindelijk werd ik een keertje niet gebombardeerd, daar ben ik nu echt super tevreden over. Ik moest oppassen voor die bom. En dan gaan we nu parachute springen, zo naar beneden. En hoppakee, en wij zijn op de grond aangekomen. Ik moet wel oppassen voor die shy guys, want die kunnen echt niet goed aan te rijden. Maar ik had iemand net gebombardeerd. En toen was ik zo eerste geworden. Om naar de einduitslag dan maar. Nou, ik ben lekker eerste geworden. Ik heb een gouden beker gewonnen met 3 sterren. Dat was het einde van de video. Ayu paraplu.